Dit is natuurlijk de eerste keer sinds 1880 dat het dak nu weer helemaal bloot ligt. Het is een vrij uniek moment. Nadat in 2011 het Torenfort en de C-kazerne zijn gerestaureerd en in 2013 Loods K, wordt nu de B-kazerne van Fort Altena gerestaureerd. We zijn nu het remise B aan het restaureren. Dat wil zeggen dat we het hele casco gaan restaureren. Dus de gevels worden gerestaureerd, het dak wordt gerestaureerd zoals je ziet. Normaal ligt er inderdaad een vrij dik grondpakket op. Om een idee te krijgen van de hoogte van het grondwerk is dit eigenlijk al een goede referentie. Het grondwerk heeft eigenlijk gezeten tot aan de bovenkant van de stenen afdekking die je ziet. Dus het grondwerk heeft tot hier gezeten en tot zo hoog wordt het ook weer opnieuw terug aangebracht straks. En je ziet het eigenlijk ook mooi bij die andere remises daarachter. Zie je eigenlijk ook tot hoe hoog het grondwerk heeft gezeten bij die schoorsteenpijpen. De grond op het fort werkt als een filter voor het unieke wateropvangsysteem. Wat we hier kunnen laten zien is eigenlijk het afgekoken naar beneden, hè, van het wateropvangsysteem. Kijk, hier zie je dus een mooie hardstenen blok. Helemaal voorzien van een vrijinslag, dus eigenlijk helemaal afgewerkt zoals je eigenlijk zichtwerk zou afwerken. Maar die zit eigenlijk helemaal onder de grond. En vanuit hier werd het water dus naartoe gebracht door de metselwerkkanaaltjes en werd het naar beneden afgevoerd. Wat je eigenlijk hier heel mooi kunt zien is eigenlijk het metselwerkkanaaltjesysteem, waar ik het er straks over had. Dus de stenen zijn eigenlijk zo gelegd dat er eigenlijk een soort afvoergootjes ontstaan, waardoor het water dus zeg maar naar het middelpunt werd gebracht en waar het dan naar beneden werd afgevoerd. En dat kun je eigenlijk hier heel mooi zien, dat de stenen op een bepaalde manier zijn neergelegd, dat hier die gootjes ontstaan. Wat we hier zien is, we stonden net bovenop het dak, daar zagen we die afvoerpunten die naar beneden gaan. Nou, hier komen die afvoerpunten beneden, zie je hier eigenlijk die zinken druipkokers. Daar wordt het water eigenlijk opgevangen en via deze pijpen gaat het dan naar het waterreservoir in de kelder. Hier zie je eigenlijk de put, die is normaal afgedekt met een hardstenen deksel die daar ligt, maar nu is die open. Dus nu kun je eigenlijk in het waterreservoir kijken. Water wat in tijden van oorlog voorraad was voor de manschappen in Fort Altena. Hier verbleven eigenlijk manschappen en materieel in. Dus daar werd het water ook opgevangen. Hè. Dus dat ze het in tijden van oorlog gewoon een eigen watervoorziening hadden. Remise, het rondfort fungeerde eigenlijk als een soort fort om de weg van Breda naar Gorkum te bewaken eigenlijk. Naast het dak zijn er ook restauraties aan het interieur en de voorgevel. Hier zie je dus een vakman aan het werk. Dit is eigenlijk een hele grote schoon metselwerk die dus eigenlijk heel slecht was. Die is eigenlijk één steensdiep helemaal uitgehakt. En die wordt nu één steensdiep helemaal ingeboet. Het lastige daarvan is natuurlijk dat het aan moet sluiten op het bestaande metselwerk. Dus de stenen moeten kloppen qua maat, de nieuwe stenen. Voor dit project is er eigenlijk gezocht naar een steen die zoveel best mogelijk past bij de bestaande steen. En dus nu wordt het vlak wordt helemaal opnieuw ingeboet en wordt het helemaal opnieuw voorzien van voegwerk. Met de juiste mortels natuurlijk. Wat je hier eigenlijk ziet zijn de kozijnankers, die nu inmiddels zijn vervangen in RVS. De ankers eigenlijk, want die oude waren van ijzer en die zijn gaan roesten in het metselwerk. Waardoor eigenlijk heel die dakkanten zeg maar helemaal kapot waren. Dus die hebben we nu helemaal vervangen. En wat je hier natuurlijk ook mist zijn de duimblokken waar aan de luiken hingen. Die zijn er helemaal uitgehakt omdat die helemaal kapot waren. En dan zie je eigenlijk wat voor schadebeeld er ontstaat en wat voor herstel er nodig is om dat allemaal weer op orde te brengen. Dus hier komen allemaal nieuwe duimblokken in. De duimen worden teruggebracht en de luiken worden teruggehangen zodat het plaatje compleet is. Je ziet eigenlijk de grote oppervlakken die nu uitgehakt zijn. En daarmee zie je eigenlijk ook een beetje hoe grootschalig zo'n restauratie eigenlijk is. En zo'n grootschalige restauratie kost natuurlijk geld. Wij zijn in de gelukkige hoedanigheid om voor dit project een subsidie vanuit de provincie te kunnen krijgen. Daar zijn we natuurlijk heel erg dankbaar voor, want met die subsidie worden dit soort projecten voor ons ook haalbaar. En kunnen wij dit soort projecten ook uitvoeren. Wanneer de uitvoering klaar is, zal er een opening plaatsvinden. De officiële opening staat nu gepland op 7 juni. Dus wij willen dan ook iedereen graag uitnodigen om na 7 juni te komen genieten van de nieuwe brasserie en van het opgeknapte fortterrein.